Ja, ik ben vorig jaar volgens mij voor het eerst geweest. En ja, ik voelde iets aparts eigenlijk op het festival. Ik weet niet, een aparte sfeer. En ik vond het publiek heel tof, heel erg gemixt. Allerlei landen. En ja, het was toch wel gefocust op de meer underground stijlen waar ik heel erg voor sta. Ja, die line-up, daar heeft natuurlijk iedereen het over. Want de line-up van Hardshop Festival is echt wel historisch. De afgelopen week, twee weken stond heel Facebook stond gewoon bol met alleen maar Hardshop. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Dan krijg je er zelf ook heel veel zin in. The festival that's been growing the most the last few years. Every edition seems to be getting better and better. And yeah, I think the future is really good for Hardshop. I think the organization is really busy with that. They see, hey man, they want this one, they want that DJ, and they just throw this motherfucking line up. It's like, I was like, what? Hard shock was it for me, because it was, everybody was here. Keep on rocking, support the movement, hardcore for life. No silence. Machines. Underground. Deep in the dark, a silent scream starts distorting the mind. Those with their heads bowed to the darkness, those who can't see for the glare of the light, destination, underground. Forever, eternally dark.